Ik wil wel eens weten wat zijn probleem is, want ik kom er niet eens uit. Ik geef een tik op die auto, deur. Hij rijdt me bijna voor mijn flikker. Even kijken waar hij naar binnen is. Dit is hem. Interesseert me niet waar die is, maar dit is mijn eerste kenteken. Hij zou weer ergens moeten zijn. Volgens mij bij deze. Maar mijn tijd, als hij daar de weg wil blokkeren, moet hij dat zelf weten. Laat de camera hangen, moet je zien. Huh? Hoe bedoel jij, je ziet niks. Gewoon camera hangen, gek. Dan zie je toch dat je de weg blokkeert, of niet? Nee, ik heb moeilijk eigenlijk apen hier langs dat niet. Ja, heeft u even. Dat is hem? Ik denk het. Het is van een kale, dus ben benieuwd. Ja. Is die best van u? Ja, wat is dat? Dan hebben we denk ik een punt. U probeerde net al te parkeren. Ja. En ik word eigenlijk bedreigd. U wordt bedreigd? Ik word bedreigd. Sorry, open straat. Open straat. Ik kom geen probleem maken, ik kom met u praten. Je komt met mij praten, toch? Ja. Of u hem daar niet meer neer wil zetten, want ik heb geen branduitgang. Deze meneer wil gewoon zijn fiets in zijn huis kunnen zetten. En ik hoorde met mijn scootmobiel uit te kunnen. Ik zet hem nu toch hier? Daarom, dan vraag ik het u toch netjes. Dus wat kom je dan hier? Nou, hoort u mij niet of zo? Wat is je probleem? Daarom kom ik vragen. U hebt blijkbaar een probleem met mij. Ja. De deur staat. Ja, dit is open terrein. Mijn buren, kom jij hier een probleem zoeken? Ik kom geen probleem zoeken, ik kom met u praten. Je komt niet met me praten, want als je komt met als ik hier naartoe kom praten, had ik gun of iets meegenomen. Dat doet toch ook niet? Had je ook kunnen doen. Jij komt op mijn bus keihard slaan. Wat denk je dat ik ga denken dan? U hebt toch een camera, zie je? Me interesseert me niet. Jij komt op mijn bus slaan. Zijn niet u trapt ook op mijn deur, dat is mijn deur. Als ik jouw telefoon nu zo slaat, wat ga jij denken dan? Nou, denk je dat ik me niet bedreigd voel? Oké, nee, als ik dat nu doe en dan... zijn mijn bezittingen. Je kan niet aan mijn bezittingen zomaar gaan slaan. Nou, maar je kan praten om te gaan zeggen, hé meneer, sorry, ik heb geen zicht. Dat heb ik dat net gezegd. Te communiceren. Dat heb ik net nee, gezegd, maar u bent heel agressief. Nee, je komt gelijk slaan. En dat heeft mij geïrriteerd. Daar heb ik mijn excuus voor aangeboden, maar dat putt u niet blijkbaar. Als ik jouw ding nu ga kapot slaan, wat ga jij nu denken? Dan heb je wel een probleem. Prima, dan heeft hij ook een probleem, als hij aan mijn spullen zit. Je kan niet zomaar stuk? Om te zeggen van, boem, ik Maar dat doe jij toch ook op mijn deur? What the fuck, dit is gewoon mijn werkbus. Dan kan je niet zomaar deuken gaan zetten. Nou, daar heb ik best respect voor. Oké, dan moet je gewoon rustig praten. Dan is het respect toch wederzijds. Dan moet je rustig praten. Dat kom ik nu toch doen. Je moet leren communiceren naar mensen. Dat ik heb niet met je geknikkerd. Ik ook niet met u. Ik weet niet wie u bent. Praat, interesseert me niet. Praat rustig. Ik heb niet met je geknikkerd. Ik ook niet met u. Als je iets wil zeggen, moet je zeggen, hé luister, wil je even rustig die bus dit? Dat, want ik heb geen zicht. Dan praat je respect dat met mensen. Dat heb ik toen al gezegd. Ja? Nee, dat doe je niet, want je kwam gelijk slaan. Dat was dat de eerste keer ook en niet. En dat is niet de bedoeling. Ik weet niet, u slaat al een trap op, weet ik veel. Wat ja, is mijn deur? Want u zit aan mijn spullen te slaan. Wat denk je dat ik ga doen? Ik heb toch mijn excuus aangeboden? Het is een veiligheid halen. Als ik nu aan zijn auto ga lopen schoppen, gaat hij niet kwaad worden? Als deze persoon, weet ik veel wie dat is. Hé vriend, ik zeg je gewoon heel simpel. Vriend, ik ben je vriend niet. Ik zeg je heel simpel. Wil jij gewoon op een normaal manier communiceren met mensen? Dat doe ik ook. Die je gewoon normaal aan te benaderen. En niet met dingen te gelijk. Nee, jij komt op mijn deur trappen slaan. Is dat normaal dan? Is dat wederzijds voor? Dat bent u toch net zo fout? Dat niet jij gewoon te doen. Man, dat bent u toch net zo fout, of niet? Kom je mij zoeken om hier bij mij voor de deur om te gaan zeggen van, is dit de bus? Wat wil je me zeggen? Ja, dit is de bus, ja. Wat is er mee dan? Nou, dat u de brandveiligheid niet hanteert hier in de wijk. Dat is het probleem. Jij bent de politie om dat te bepalen dat mijn bus hier niet mag staan? Nee, dat doe ik niet. Oké. Maar ik kom met u praten. Dit is toch mijn eigen fucking voordeur, of niet? Ga jij dat beslissen? Dat weet ik niet of u wilt. Oké, dan je bek. Ik ga mijn bek voor jou, niet gek. Ben je gek of zo? Dus ik kijk, dat gaat niet verder, hè? Want en jij zegt dat ik mijn bek moet houden. Dat moet u zelf van toch ook. Ik zeg je gewoon opkankeren naar je huis. Dan ga niet die problemen lopen zoeken. Nou, ga ik hier mijn stoeltje neerzetten, gek. Idioot, ja. Want een beetje bij de hand komen doen hier en bla 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 bla. Ik ben niet van gediend. Sorry, ik ben hier. Kom je gewoon normaal met u praten? Normaal praten. Ik kom niet normaal praten. Je komt een beetje iets zeggen van wat hier met de bus moet gebeuren. Nou ja, als jij de brandveiligheid twee keer blokkeert. Brandveiligheid. Het staat ook niet fucking voor jouw deur. Dus wie ben jij om te gaan bepalen of ik hier mag zetten? Net sta je voor mijn deur of niet? Mag, Kees. Ik zeg, hey, luister, ik kom netjes met u praten, dus dat is het probleem. Ik verzoek je gewoon om voor mijn deur weg te gaan. Nou, ik kom morgen weer als u het weer doet. Ja, u vroeg voor de deur mij weg te gaan. Mm-hmm. Gaat u niet op een normale manier weg? En hij is gewoon niet erbij?
heeft hij een probleem. Ik weet niet, het is gewoon openbare grond, simpel. Hoor. Ik weet niet, ik mag hier gewoon staan als ik dat simpel. Wil. Je hebt mij hier niet weg te sturen. Ik zeg je gewoon simpel, of je gaat hier gewoon weg, of je hebt gewoon een probleem met mij als je hier gewoon komt. Dat mag. Ja? Dat mag. Dat zeg je gewoon nu dat vast. Is bij deze een dreigement. Ja. Dat ga is strafbaar. Ga maar aangifte bij de fucking politie doen, ik ga met je mee, en ze gaan maar dat zeggen. Maar als je hier nog een keer voor de deur staat, heb je een probleem met mij. Kijk, hij is buurman, je mag het horen. Als je hier nog voor de deur staat, heb je een probleem met mij. Blijf van me af, gek. Ja? Dat maakt mij de buur uit. Want je komt hier mij nu opzoeken, terwijl ik gewoon werk. Dit is gewoon mijn bus. Mijn bus staat voor mijn eigen fucking deur. Ja, en niet voor jouw eigen doen? Deur. Waarom kom je dan daar parkeren? Ik snap het probleem eigenlijk niet. Ik heb die fucking auto toch weggehaald om hier te zetten? Dus ja, maar kijk ook naar geleidende situatie. Kijk hoe u reageert. Reageert? Nou, dit is brutaal. Deze man die komt zomaar... Weet je wat hij doet? Bro, hij komt. Ik zit parkeren. Ik dacht van oké, over anderhalf uur moet ik weer gaan werken. Hij komt. Hij doet dit. Boom. Ik denk, wat is dit? Ik weet niet, maar ik stond van de volgende kant, ja. Ik echt op boom. Ik denk, wat? Ik kijk in mijn spiegel. Ik zeg, wat is dit? Ik doe die deur open. Ik zeg, hé, wat is hier aan de hand? Ja, het staat hier voor mijn deur. Wil jij even weggaan? Maar ik heb het gewoon normaal gevraagd, hoor. Hoe vaak sta jij en je matties hier en dat ik gewoon op een normaal manier zeg? Ik ga toch niet tegen jou je auto slaan? Nee, toch. Ik weet niet, maar jij trapt toch ook tegen mijn deur, gek? Nadat hij zo'n grote mond had, ik ging ervan, hé, vriend, kom naar buiten om dit terecht te zetten. Nou, daarom beraad ik hier toch, of niet? Wat, de man is gek. En nu ben ik boven, ik denk, hé, ik moet even slapen, want ik moet om 3 uur weg, ik moet werken. Nou, daar heb ik best respect voor. Werk is werk, toch? Ik ben het probleem niet, ik kom met u communiceren hier voor de deur. U staat mij te bedreigen en shit. Maar wat is de dinges nu bijvoorbeeld? Nou ja, het is al de tweede keer dat meneer met zijn bus op de parkeerplaats staat, vind ik helemaal geen probleem. Ja. Maar het feit is dat ik hem de eerste keer al heb verzocht van meneer, u blokkeert het pad. Ik kan er met mijn scootmobiel niet in of uit. Als er een noodsituatie is, kan ik niks. Ja. Nood is nood. Nood breekt wetten. Ja, het kan je niet breken. Je kan niet tegen. Weet ik wat het probleem is. Ja. Ik heb het meneer eerder verzocht. En, ja. Ik heb ook wel eens. Ik heb scootmobiel, ja. Ik ben beter Virangelo daar in de buurt. Ja. Maar ik snap het hele probleem niet. Ik snap inderdaad dat ik niet aan die bus had mogen zitten. Snap ik. Ja. Maar wat als ik er niet uit kan, er breekt brand uit, moet ik mijn eigen leven gevaar lopen voor meneer? Ik dacht het toch niet? Nee, maar hij heeft nog geen recht om te slaan. Dan kwam je wel eruit. Ja. Nou, het gaat erom dat het pad geblokkeerd is. Tweede keer. Het is toch logisch dat hij een camera hebt dat hij het kan zien? Het gaat er niet om dat je moet slaan, dan moet je vragen. Dan moet je gewoon rustig gaan van, hé, luister meneer, ik heb geen zit. Ik heb u net daarvoor al gezegd, mijn excuses daarvoor. U trapt gewoon alsnog tegen mijn deur. Dat moet je gewoon rustig doet mij een kankermietje. Er zijn meerdere mensen die hier parkeren. Ik ga ook niet aan hun spullen zitten. Ik weet niet, u dwingt mij gewoon hier om van deze terrein af te gaan. Ik bedoel, gewoon open straat, hoor. Ik weet niet. Die staat bij mij voor de deur. Dit is open terrein. Nu kom jij hier problemen hier zoeken, bij mij voor de deur. Ik kom normaal met meneer praten, maar meneer heeft een agressieve houding. Dat ben ik niet van gediend. Ik snap het. Ik ben ook best wel geprikkeld, want ik ben in mijn huis ook aan het verbouwen. Okay. Dat is een feit. Ja, maar dan verwacht je toch niet dat deze meneer tegen mijn deur aan gaat trappen. Maar jij hebt ook tegen zijn dingen. Dat is waar, dan kom je toch praten. Precies, maar jij gooit dat, hij zegt jou dit. Precies, en daarom probeer ik dit netjes op te lossen. Dan kom ik met mijn bewoner hier netjes praten. Maar volgens mij valt er niet echt te praten. Ja, dat je hebt... tegen de deur geslaan, hij heeft tegen daar. De deur geslaan en daarna... Dat wordt nou 2 keer al gezegd oplossing? Door meneer en door u netjes komen praten. Dat kom ik toch doen, met deze houding moet ik niet netjes. Oké, ik snap het. Maar het is een drama dit. Wat is nu de oplossing? Nou ja, de oplossing weet ik veel. Niet voor de deur blokkeren. Dat is de brandveiligheid die we hanteren. Hij heeft een rolstoel niet, joh. Scootmobiel. Ik zie hem altijd wel naar binnen, dus ik parkeer daar niet mee. Daarom heb ik hem hier gezet. Ja, beter ik ben gewoon niet op dat vind ik netjes. Ik probeer het ook netjes op te lossen, maar ik heb hem gewoon niet daarom kom ik hier praten. Maar ik vind het niet netjes dat er zo agressief gedaan wordt. Dat probeer ik ook niet naar je te doen. Dat heb jij als eerste slaan. Je moet niet mensen in schuld zetten dat ik agressief ben. Daar gaat het jij hebt mij op bus als eerst geslagen. Dan word ik gek. Nou ja, dan word je maar gek. Jij komt eerst aan mijn spullen slaan. Niemand dus zit eerst aan mijn volgende keer moet ik de politie voor de bus bellen, laten we maar wegslepen. Bel de fucking politie, want zelf de politie gaat niet eens slaan. De politie gaat op een nette manier zeggen van... Precies, maar daarom kom ik hier jij staan. Jij hebt geen fucking recht om mijn spullen te slaan. Zelf de politie mag niet spullen slaan. Nee, dat doen ze dus, wel. Dus dan moeten ze gewoon mij gaan betalen. Dus wie ben jij om mijn spullen te komen slaan? Nou, maar wie ben jij om mij weg te krijgen? Dan moet jij eerst je antwoord geven. Wie ben jij om zomaar te slaan? Niet overheen praten. Tweede waarschuwing, toch? Ja, wie ben jij om zomaar om mijn dingen te slaan? Dat is mijn autoriteit ook. Ja, ik hou dat dan bij. Ik heb hem 2 keer voor de deur nu in principe weggezet. Derde keer wie is wegslepen. Wie ben jij om te komen om dingen te slaan? Maar wegslepen?
Nou ja, wat dacht je van de wegenwacht, de brandweer, weet ik veel wie. Er zijn best wel instanties die zo'n bus weg willen slepen. Nee, maar zo gaat het niet, broer. We zijn het is het probleem dat ik hier kon praten met meneer en dat ik in principe het probeerde te lossen. Maar je praat als een autoriteit, als je politieagent, alsof je autoriteit om te zeggen, twee nee, helemaal niet. Ja, als deze meneer zo agressief is, dan moet ik toch. Hij wil niet praten, hij is niet voor consumptie of communicatie gericht. Heb jij de autoriteit om wat weg te slepen? Nee, ik niet, maar er zijn instanties voor die dat doen. Moet je handhaven? Ik wil dat best doen, de volgende keer, de derde keer, dan zal ik dat ook zeker hanteren. Precies. Want ik probeer te communiceren, maar kijk wat het probleem hier. Maar kijk, je wil laat niemand praten, broer. Ik wil wit heet als meneer mijn dieren bang maakt, ja. Maar hoe, hij maakt jou niet bang? Maar, nee? Nee, hoezo? Nou, tegen mijn deur aan slaan, lopen schelden, tieren dreigen. Draai je het ding weer. Ik heb gezegd, meneer, kunt u de bus weghalen? Snap je? Weet je wat zo mooi zijn? Hij begint niet over zijn... Ik heb je busje aan. Dat heb ik net gezegd, maar meneer accepteert het niet, hoort het niet. Kijk, ik heb je busje aangeraden, dat moest ik niet doen, ik snap het. Daarom kom ik hier praten, toch? Omdat hij wil jou laten zien van, je raakt mijn ding niet aan. Dat wil ik begrijpen. Laten zien dat, hé, luister. Daarom kom ik hier communiceren, toch? Ik kan niet naar binnen, als die dingen brandvliegen, moet ik weg. Komen. Precies, maar daarom probeer ik hier te communiceren. Maar deze man komt helemaal agressief naar buiten. Voor hetzelfde geld heb je een gun in zijn zak. Nee, maar kom maar. Kijk, jij zet meer dingen. Ik weet niet, het is die Boswijk, hè. Boswijk is wel wat gewend hier. Ik woon hier al 17 jaar, dat is wel een... het is Boswijk, ik probeer het netjes op te lossen. Losse van... Eén tegelijk, sorry. Losse van... Losse van, oké? Leer... Praten met mensen bij het begin en niet slaan aan iemand. Dat probeer ik te doen. Nee, dat is één. Want je weet niet tegen wie jij zomaar slaat. Zelf politie mag niet eens aan mijn spullen zo slaan. Maar ik ben politie niet, sorry. Als er iets niet jou goed zit, moet je zeggen... Goeiedag meneer, goeiedag mevrouw. Zul je zo vriendelijk zijn even dat te verplaatsen. Ja, iedereen denk werkt gewoon op een normale manier. Aan deze situatie jij dat ik dit een derde keer de wil. Jij komt uit de deur en dat jij slaat. Dat moet je niet doen. Ik heb het niet met mijn vuist gedaan hoor, ik weet niet. Dat moet je niet doen. Wat ga jij doen dan vierde keer? Dat moet je niet doen. Iemand anders parkeren en gebeurt voor de vierde keer. Wat ga je doen? Ja. Nou ja, als dit de derde keer weer gebeurt, dan zal ik wel een instantie moeten inschakelen om dat op te lossen. Want meneer is blijkbaar niet voor communicatie. Je moet niet praten over meneer. Jij bent degene die slaat. Je ik moet niet het, praten het alsof het mijn schuld is. Jij bent zelf. Nee, dat is mij. Jezus, een ding. Gaat dat lukken zo? Ja, zeker. Dat komt wel goed. En nu wat gaat gebeuren? Nee, hij probeert het netjes op te lossen, maar ik ben bang dat dat niet werkt. Ik vat niet meer toe. Ik geef je maar een box. Ik ga naar binnen. Serieus, ik moet straks weer verder. Ik heb geen tijd voor dit. Precies, daarom kom ik het ook netjes oplossen toch. Het is gewoon heel simpel. Ik weet dat ik fout was en dat heb ik net ook aangegeven. Als dat nu nog een probleem is, dan kan ik er niks aan helpen. Geen probleem, mijn bus staat niet meer bij jou voor de deur. Dankjewel. Punt uit, dat gaat ook niet meer gebeuren. Dankjewel. En wil je ook gewoon niet meer aan andermans spullen zitten. Dat gaat goed komen. Dus dat is gewoon zo. En als er iets is wat jou dwars zit, moet je gewoon praten. Van, hé luister, wil je een beetje de spullen weg? Want dat doe ik ook rustig met buurman, doe ik ook op rustige manier. Precies, maar daarom kom ik hier. Je kan niet zo komen om dingen te gaan slaan. Dat gaat niet. Mensen werken. Dat heb ik u net nog gezegd. Kom niet uit de lucht vallen. Mensen werken gewoon hard. Ja, weet ik. Klaar. Dan moet je gewoon respecteren om andermans spullen gewoon te laten. Ja, dat snap ik. Maar dat doet u toch ook bij mijn voordeur. Daar werk ik toch ook hard voor, of niet? Ja, prima. Dan moet je niet slaan. Nou, dat is. We gaan naar binnen. Komt goed. Nou, uitgesproken. Ja, toch. Jouw spullen staan. Ja, de bus staat niet meer bij jou voor de deur. Dankjewel. Ja? Oké, rust aan. Fijne avond. Of, hoe laat is het? Geen idee. Goeiedag. Middag, ook goed. Nee, rustig. Oh, rustig. Kom goed, hij doet het niet meer klaar. Snap je? Ik hoop dat het bij deze opgelost is. Ja, toch. Ik kom ook naar netjes communiceren. Ik snap het punt niet. Ja, oké, die bus, ja. Daar zeg ik hem net al excuses voor, maar... Nou ja, het zij zo. Het is in ieder geval opgelost, hoop ik. Want dan brandveiligheid is gewoon een ding. Ik bedoel, ja, het is Boswijk, het zijn oude woningen. Ik probeer het netjes op te lossen, nu kom ik hier praten. Omdat hij dat net letterlijk heb gezegd. Kom ik praten en dan deze tori. Beetje jammer, maar... Nou ja, stond erover, ga gewoon verder niet. Hij had me gerust een box mogen geven, is geen probleem. Ja, toch. Los, hey, je vergeet erin. Vind je leuk?
maar... Ik kom van de dag. Ja.